Hi, ik ben Dave en vandaag heb ik lekker een collega in de studio, Amanda Paalus van Knie En ik ga gewoon lekker met haar babbelen. En me genoeg een beetje uiten. Maar goed, let's talk. Uit Paramaribo Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde. Amanda Paalus, heb ik je naam goed gezegd? Ja, heel goed. Oké, okay, okay, goed, dat is Amanda, je weet toch? Dus. Uh... <laughs> Ah, uh, that's a very tricky question. <laughs> je kwam met zo'n punthoofd naar binnen in de studio, dus uh, daarom vraag ik het. is altijd gek in Medialand, dus <laughs> onverwacht, je kan nooit echt een agenda bijhouden, maar dat gaat wel. Oké, okay, even voor de kijkers, je bent van Key News yes. en je bent ook lid van de Bond van Journalisten? Nee, SVI, de Vereniging van Journalisten. Of Journalisten van, oh, sorry. Surinaamse Vereniging Journalisten. Oké, okay, precies wat je hebt gezegd. Surinaamse <laughs> <laughs> Vereniging van Journalisten. Klopt. Oké. Okay. Um, ik heb een vraag. Mm -hmm. Ik was gisteren met de Mattie van Macher en we spraken, en ik zei: van, Ik heb morgen jullie in de studio. En hij zei direct: Stel ze deze vraag: waarom komt het meer over alsof jullie overkomen als niet jullie. Ik oh. heb het over niet jij. Media in general. Ik heb het gewoon de Media in General, dus jij stiekem ook. Mm -hmm. uh, dat het meer komt dat jullie tegenwoordig meer een verslaggever zijn dan een journalist. Omdat er worden bepaalde vragen gesteld, mm. maar jullie draven niet door. Voor de kijkers een gevoel. En voor mijn gevoel wordt er ook niet genoeg gegraven. Mm -hmm. En wanneer er een interview is geweest, is dat nooit een follow-up. Dus dat men echt investigative bezig gaat zijn of zo. Wa waarom is dat zo eigenlijk? Dat gevoel is, on nee, niet onterecht moet ik zeggen. Dat gevoel is terecht. Um, als je wil kijken naar, um, inderdaad hoe journalistiek wordt gedreven de afgelopen tijden. Mis je de, die diepgang. Zwaar. Dat begrijp ik helemaal. En, um, maar diepgang brengen in een stuk, neemt tijd. En in een high competitive um, sector, mm -hmm. waar jij als eerst met de scoop, met de nieuws, met de breaking moet komen, om relevant te zijn op dat moment, heb je niet altijd de ruimte om dat te doen. Je brengt de scoop alvast met de bedoeling. De intentie hm. <laughs> om verder daarop te borduren. Maar dan gebeurt er weer wat en dan laat je dat liggen. Dat is denk ik um, is een beetje de valkuilen die daarbij horen. Ja, want eigenlijk is het alleen maar oppervlakkig. Ja, um, maar mis je dan, sla je dan niet de plank mis als journalist? Je slaat de plank mis, aan de andere kant wel. Um, de bedoeling is wel dat je diepgaander moet gaan in stukken, maar ook dat je de mensen, de capacity, de, 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 de finances hebt om het te kunnen doen. Niet, als we kijken naar um, globale uh, redacties van verschillende mediahuizen, zijn die echt aan het inkrimpen. Ze ja. heel klein aan het worden. En dan ga je kijken waar je je resources het best kan zetten. Um, maar dan komt het meer over op sensatie dan over nieuws. Want het uh, is helemaal positief wat ik hier yeah, zeg. Hè? Dus opbouwend, laat maar het zo zeggen. Het hoeft niet positief te zijn, maar <laughs> wel opbouwend. Uh -huh. Maar als ik kijk nu bijvoorbeeld. <coughs> jullie stellen drie. Niet want ik zeg jullie is niet jij, yeah, maar gewoon journaliste. journalisten over het algemeen. Yeah. En jullie zijn mijn collega's, dus bij deze. Ik moet eerlijk met jullie zijn. Er worden vragen gesteld, er worden antwoorden gegeven, bijvoorbeeld door leiders. En men neemt gewoon genoegen met die antwoorden. En dat is echt iets van: eigenlijk is het een soort podcast dan. Want we hebben niet de informatie die we nodig hebben, waardoor het geen nieuws is. Ja en nee. Het um, is also depending on the journalist op zichzelf. Hè? Mm -hmm. um, als, als hoofdredactie stuur je aan natuurlijk. En um, geef je aan welke richting de journalist op kan gaan met het verhaal. En mm -hmm. um, dat is eigenlijk waar wij althans proberen. Um, een uitzondering in te zijn. Uh, diepgang brengen in bepaalde verhalen. Kijk, je leest heel veel snel nieuws online, want online nieuws is snel nieuws. Niemand ja. heeft tijd, altijd, dat zegt men althans, om artikelen van vijf minuten, elf minuten te lezen. Mensen draven even door over de koppen heen, inhoudelijk even scannen en dan hebben ze voor hun gelezen. Um, en dan vinden mediahuizen soms, maar dan waarom moet ik uh, resources gaan stoppen om een achtergrondverhaal te gaan maken van uh, any subject dat momenteel speelt. Um, maar dan denk ik ook alweer van, you have a job. Je bent een journalist. Je mm -hmm. taak is dus de samenleving voorzien van de informatie die zij nodig hebben. Als ze het lezen is punt twee. Yes. Toch dan is het aan hun. Het was daar, I give you the information, het is aan jou of je het gaat lezen of niet. Mm -hmm. um, maar wat ik probeer te zeggen is dus dat, dat een soort, je, bent, je bent als mediadirecteur, mm -hmm. als het ware, in een soort twee strijd van waar ga ik die resources in zetten? Want uiteindelijk moet je in je target halen. je wilt het aantal lezers hebben per maand, een aantal kliks, en dat haal je... Jammer genoeg wel binnen met sensatiekoppen. Klikbeet. Ja, klikbeet. Het yeah. hoeft niet meteen klikbeet te zijn. Klikbeet hoeft niet meteen een negatieve lading te hebben. Ja, wij werken ook met klikbeet. Wel dus. dan. Ja, het moet. haalt je die kliks binnen. Ja. Maar belangrijk is dat je die inhoud meegeeft. Ja. Uh, ik pak je met een pakkende titel. Ja. En dan ben je erin. Maar dan moet ik zodanig mijn artikel schrijven dat je door blijft lezen. Maar is het niet dat. Um... Ik ben gestopt met krantlezen, eerlijk gezegd. Mm -hmm. mm -hmm. uh, reden waarom. Ik, als ik morgens wanneer ik vroeger wakker werd en ik las de krant, was ik daarna direct negatief geladen. Mm -hmm. Ik zie nooit positief nieuws. Je ziet nooit een man helpt een kat in een boom. Het is altijd aanreding, vijf rovers, verkrachting, moord tot de dood. Het is niks positiefs meer wat ik lees eigenlijk. Niet alleen in jullie krant, maar gewoon dwars door de bank. Da. Is het niet misschien een idee om te komen met positieve items? Het is niet dat we het niet willen hoor. We willen het wel heel graag doen. Maar waarom doe je het niet dan? Um, we doen het wel. Um, meer deur, deur. Ja, dat is ook <laughs> de uitdaging. Je wil het ook veel meer doen. Mm. Maar dan again, denk ik ook alweer je resources. Um, meestal ziet men dus die, laten we zeggen, dat negatieve nieuws, mm. ja, dat hard nieuws, is dus hard nieuws. Dat moet je brengen, bijvoorbeeld politiek. Sensatie eigenlijk. Ja, politiek is werkelijk sensatie. Hè? Maar jullie maken de politici eigenlijk met deze gedachte sterker. Want als niemand, de, de, de politiek is, is zo tien keer zwakker zijn mm -hmm. zonder de media. Weet je dat? Ja, maar als ik soms jullie... kijk naar bepaalde politici, zeggen ze dat ze ons niet nodig hebben. Maar goed, dat laten we weten. Maar toch vechten ze de hele dag. Je moet het beetje gewoon bij de naam noemen, de vicepresident. Ja, <laughs> ja um, maar hij heeft de media nodig voor de campagne. Sowieso. Dus ik kan nu schreeuwen: Ik heb jullie niet nodig. Maar hij gaat jullie bedelen in de toekomst om, om, om langs te komen om onze campagne te promoten. Ik denk niet dat hij gaat bedelen, maar hij gaat ons wel nodig hebben. Ja, ja maar dat is want jullie een collectief vormen natuurlijk. Ja, sowieso. Hè? Dus ik bedoel, van, uh, jullie moeten eigenlijk doorhebben hoe sterk jullie zijn. Want de media is eigenlijk de, 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 de bepaler. Eigenlijk. Jullie kunnen iemand maken, iemand breken ja en toch worden jullie een beetje behandeld als voetveeg van, van mijn gevoel worden het journalisten in Suriname totaal niet gewaardeerd dat is uh, maar dat is ook je moet als media wel het besef hebben wat je kracht is en niet iedereen heeft dat niet iedereen heeft dat is er een een, 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 een goede samenwerking onder de journalisten dan um, on, onder de ja en nee bijvoorbeeld Key News althans wij werken wel samen met um, Mediahuizen die daarvoor openstaan. Mm -hmm. Als we bijvoorbeeld um, iets hebben wat we moeten onderzoeken, dan stem ik af met Suriname Herald. Zij is een working partner van ons. Mm -hmm. En dan zeggen we: hé, hey, um, we hebben een topic, we hebben, maar we hebben niet de capacity om alles uit te graven. Dit is het. Jij, wij gaan dit belichten. Wat wil jij hieruit belichten? En dan ga je ook um, je. Bronnen, cross-referencen. Mm -hmm. hey, ik heb dit gehoord um, en ik heb dit, dit, deze stukken binnen gehad. Wat zegt jouw bron? En dan ga je cross-referencen, want ja, je, je gaat netwerken bij elkaar brengen. Ja. Zo ga je dus daar wel sterker worden. Dan, de, dus die samenwerking is er dus daar wel. Um, maar niet iedereen staat er open voor. Je hebt van die old school gehad. Dus dat vraag. Merk je dat de, bijvoorbeeld de nieuwe. Mediahuizen makkelijker met elkaar werken en dat die oude minder snel met jullie werken, of ja. is het omgekeerd? Of... Ja, dat moet ik toch wel zeggen. Dat moet ik wel zeggen. Um, het is geen, ik wil geen natrap geven aan die oude journalisten. Maar die samenwerking is wel sterker onder de jongere journalisten van mijn generatie, wij cross um, hey... Men, uh, ik heb zo wat tip gekregen, maar ik ben niet in de hoedanigheid om het te kunnen checken. Kan jij in je netwerk checken? Oké, okay, is goed. Eh hey, ja, dat klopt. Oké, okay, goed. Um, kunnen we het samen tegelijkertijd bossen? Oké, okay, prima. Dan spreek ik wat Dat is toch? prachtig. Ja, dat vind ik heel leuk. Dat is de that, that, way how we roll now. En je komt er nu uit, je één. Um, maar misschien zijn jullie daarom ook zo snel gegroeid? Ik denk het ook wel. Ik denk ja, toch? het ook wel. Um, je probeert goede samenwerkingen aan te spannen, weet je. Dus... Um, it's, it's, it's trial and error, maar het lukt wel. Het lukt wel, we hebben een goede ondersteuning. Wat ik wel heb gemerkt is dat... Uh, onlangs was ik als een gek aan het rennen op het plein. Mm -hmm. En jullie waren er elke dag. Ja. En ik heb nog een paar anderen gezien die echt... vast daar zo waren en... en uh, meer die oudere media, heb ik eigenlijk nooit gezien zelfs. Ja. Dus dat vond ik wel heel frappant. Um, dat um, één, het is iets dat actueel is. Mm -hmm. um, ontevredenheid was er, dat moeten we hi sowieso highlighten. En dat zei ik, follow-up. Je yeah. yeah. gaat elke dag een follow-up moeten geven. Er zijn zoveel kanten waar we zou kunnen gaan met dat van wat gebeurd was op plein, die mm -hmm. protestacties en zo. Um, en het is eigenlijk wat jij doet als mediahuis, hoe je dat gaat framen, als het nee. ware. Aan, aan, aan verhalen. Want ja, dat jullie op plein zijn geweest en misnoegen hebben geuit, was één kant van het verhaal. Maar als je bijvoorbeeld zou kunnen gaan naar uh, behalve reacties van politici hoor, ja. en hun meningen vragen, zou je misschien ook bijvoorbeeld naar uh, de sociale instanties gaan die werkelijk issues hebben en die echt niet uitkomen. En dat you know, proberen te Linken met elkaar. Dus uh, dat zijn dingen die wij wel hebben gedaan. Ik, ik ga eerlijk zeggen. Als het aan mij moeten jullie de politici helemaal geen aandacht meer geven. Ga jullie een ja. beetje kijken naar bijvoorbeeld huizen, Asiana. Mm -hmm. uh, dus hele andere topics. En ja. In Suriname, als je op een feestje bent. Je kan maar, ik ben zo moe van politiek. Ja, je kan het er niet anders. ander uitzien. Nee, maar wij voelen dat ook. Ja, omdat we... Ik heb ook te veel politicians in mijn podcast. Omdat... Ja, het is wel naar ze kijken, hè? Ze, ja, ze het is vragen dingen nu wil ik het bijna niet meer doen. Nee, maar, maar dat begrijp ik ook. Je komt er eigenlijk niet onderuit. Kijk, we zijn bijvoorbeeld bezig om een productie in elkaar te zetten. Mm -hmm. Over um, voedselveiligheid, voedselbeleid, et cetera. Voedselbeleid, daarvoor ja. heb je politici nodig. Waarom? Omdat zij het beleid uitmaken. Ja, op zij op, 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 hebben dus um, 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 commissies, instanties, wetten en bla, bla, bla Daarvoor heb je ze wel nodig. Maar. Ja. En maar tegelijkertijd moeten zij ook ervoor zorgen dat het wordt nageleefd, dat het wordt gecontroleerd, dat het werkbaar is. Ja, maar als je bijvoorbeeld. Je hoeft maar iets op Facebook te zetten. Mm -hmm. Want daar komen we bij een stukje van social media. Mm -hmm. Je hoeft maar één ding op Facebook te zeggen en het hoeft maar viraal te gaan. En ineens luisteren de politici wel. En dan gebruiken ze Facebook ook nog als bron. Ja, ja, ja. Is dat, dus. Misschien door dingen gewoon aandacht te geven in plaats van die mensen van de politiek aandacht te geven. Mm -hmm. Dan zijn ze genoegzaam om te luisteren. Want ik zie dat ze eigenlijk. Jongen, het is gewoon belachelijk hoe mensen soms aandacht besteedt aan Facebook. Dat ik denk van. Eigenlijk hoef je niks met toen het aan Facebook te volgen. Ja, en nee. <coughs> um, en dan komt dat stukje van. Um... Burgerjournalistiek noemen we dat, mm. versus um, traditionele journalistiek. Je komt er niet onderuit. Burgerjournalistiek is er al heel lang. Maar omdat um, we nu in een tijd van social media en nieuwe media leven, um, komt dat nu sterker tot uiting. En burgerjournalistiek, um, burgerjourna ik, mijn mening althans, ja, burgerjournalistiek goeie. en journalistiek op zichzelf zijn twee dingen die niet meer los van elkaar. Te bedenken zijn. Je, je komt wat is burgerjournalistiek? Burgerjournalistiek is um, nieuws dat wordt gebracht, mm -hmm. maar niet zozeer is geverified... door iemand, dus door een burger die geen journalist is. Um, dus get me if I wrong, wrong hoor. Dus, uh, dus, maar de taak van de journalist is in deze verify fact check. Oké. Okay. Ja, je ja kan bijvoorbeeld, um, wat, iets, wat, wat was het, volgens mij. Gek voorbeeld. Iemand klaagde op Facebook dat een ondernemer die uh, portable toiletten had, mm -hmm. um, waste van die portable toiletten in een kanaal aan het dumpen is daar. En de hele buurt stok naar <laughs> En. Wij zijn dus gaan zoeken en de gaan kijken van, hé, hey, klopt dat wel? <laughs> um, camera, beelden, dus Je lach, Maar het is burgerjournalistiek. Ja. Je hebt iets onder de aandacht gebracht, er is vragen gaan En wij gaan uitzoeken van, oké, okay, maar wat is dit? En toen zijn we bij de DC gaan aankloppen. Hé, hey, DC, er gebeurt dit en hier een soort valka, ja. weet je En hij zegt toen van, oh, echt waar? En hij is dus ook gaan checken en werkelijk. En toen was het opgepakt. Oh, dus, maar het bleek ook waar te zijn. Ja, klopt. Oh, oké, oké, oké. Dus, um, you have to fact-check. You always have to fact-check. Je gaat zelf kijken, je gaat zelf oriënteren, proberen altijd te doen. Um, je gaat met mensen van de buurt praten. En dan, en dan ga je dus naar de instanties die eigenlijk ervoor moeten zorgen dat dit soort zaken niet gebeuren. Hebben jullie veel last van fake news? God. Waar <laughs> begin ik? We kunnen een apart segment beginnen over fake news. Je hebt er ook last van gehad, hè? Zwaar, <laughs> okay. zwaar, zwaar. Dus... Nog steeds zijn er verhalen dat ik denk van... Eh. Die creëren, daarvan is echt creatief goed. Zie <laughs> je. Dus uh, nu, nu in deze tijd. Van, kijk, nieuwe media is een blessing en a curse. Ja. Yeah. Um, want binnen de burgerjournalistiek heb je ook mensen die fake news verspreiden. En dat gaat altijd tien keer harder yeah. dan de facts. Ja. Yeah. Omdat het uh, eh, kijken inborst van de mens. Mensen willen eerder het negatieve geloven dan in het goede. En dat trekt dus dan die views. Je, je hebt echt. Ik noem ze ziekelingen. Mm -hmm. oh, eh, eigenlijk is het op zijn net gezegd. Mm -hmm. Want ik had bijvoorbeeld toe, er was een hele flyer gemaakt waar je dus de bouters had en dat had je mij eronder met uh, nog een paar andere gezichten. Maar dan hadden ze een polo van mij, mm -hmm. ook nog helemaal paarse gekleurd want ik heb geen paarse polo. En <laughs> ik dacht, dus jij bent nog eens wakker geworden, gewoon met de intentie. Om achter Photoshop te zitten. Ja, maar om gewoon mensen te fokken. Dus je bent toch ziek in je hoofd om je die licht mee bezig te houden. Um... Of worden ze betaald daarvoor? Het kan, het kan dat mensen er betaald voor worden, maar omdat misschien ook mensen heel veel van Bouta houden en je dus naast Bouta willen zetten, I don't Maar het zijn allemaal intenties van mensen. En um, belangen van mensen die spelen, dus ja. ja. ja die mensen niet goed bij hun plaats zijn. <laughs> That's a whole other discussion, ja. Yeah. nee, echt, je bent gewoon ziek in je hoofd. Om, om, maar ook gewoon rare verhalen, weet je. Dus dingen die gewoon... Uh, je zit constant... Uh, is Een grote reden waarom er zoveel oneenigheid is ook tussen de mensen, want je wordt gevoed met rommel. Mm -hmm. Ik word ook gevoed met rommel. Mm -hmm. Snap je wel? Dus mm -hmm. eigenlijk gaan we dan discussiëren over rommel. Ik Klopt, en, maar daarom is het ook belangrijk. Daarom vind ik ook dat de taak van de journalist in deze tijd veel um, zwaarder is om um, fake news te gaan. Dissecten. Ja, maar is het dan niet belangrijk dat de journalist zichzelf ook heel goed educateert? Want soms kijk ik ja, ook dan, soms luister ik goed naar die vragen en denk van: broertje. Vakken. Vakken met die vragen, eh, <laughs> jongen. Is gewoon. Ja, uh... ja, ja. ja. Daarin, daarin heb je helemaal gelijk. Um, Moeten er, uh... er geen standaarden komen dan? Kijk, journalist, ja, journalist zijn is een, is een vrij beroep, Raoul. Ja, is een vrij beroep. Um, maar het ligt ook aan jouw mediahuis om jou te kunnen vormen. Uh -huh. Kijk, als ik zie bijvoorbeeld, ik heb journalisten bij mij die gespecialiseerd zijn of die echt over landbouw en visserij schrijven. Wat ik dan doe althans uh -huh. is, stukken die in het buitenland zijn gepubliceerd, research journals, et cetera, ik stuur ze naar door. Yeah. En dan zeg ik, hé, hey, laten we dit samen lezen en laten we over gaan discussiëren hoe we het relevant kunnen maken van Suriname. Dat is wel, ik dwing ze om dat te doen. Yes. Um, alleen zodat jij, wanneer jij een verhaal schrijft, het diepgang heeft. Dat je weet waarover je schrijft. Bijvoorbeeld, um, toen ik nog bij de ware tijd freelancede, mm -hmm. was ik riep ze aan, aan mij, mevrouw COVID. <laughs> um, ik deed alle COVID-persconferenties, uh, uh. maar ik las ook een hele hoop research journals. Ik, al die fake verhalen die rondgingen, heb ik ook gelezen wat er rond speelde. Maar ook hoe ze het hebben gedemystified, dat heb ik ook allemaal moeten lezen. Maar mm. I have educated myself. Je bent dus erin verder gaan verdiepen. Ja, yeah, dus. This... Je hebt net COVID aangehaald. Ik heb vorige week COVID gehad. Dus ik ben nog herstellend. <laughs> Please. Ik ben alleen niet doodgevallen. Maar goed, wel <laughs> weer drie kilo afgevallen. Mm -hmm. um, je zei, we gaan eventjes gewoon helemaal ergens gaan. Dus. Mm -hmm. Je zei, die aantallen lopen weer op. Ja, klopt. Ik, ja, ik heb het ook net gehad, hoor, dus vandaar. <laughs> ja, de aantallen lopen weer op. Eigenlijk moet het niet zo gek zijn. Eén, het is... Uh, flu season in uh -huh. Suriname. Het is, begint weer te regenen. We gaan van hete, van hete temperaturen naar regen weer. weer. En, um, en er komen veel meer buitenlanders in de Suriname. Maar zou je zeggen dan dat het. Um... Persoonlijk heb ik gewoon een beetje buikloop gehad, ben ik ben veel afgevallen. Maar vind je dat het nog steeds zo'n ramp is? Um... Het hoeft niet per se, nee. Het is niet zo ramp, want we weten één. We weten veel meer nu over COVID. Mm -hmm. um, je hebt de richtlijnen gekregen. Um, je weet wat je moet doen. En het is nu opgenomen in onze reguliere zorg. Althans, dat wordt gezegd. Dat het is opgenomen in onze reguliere zorg. Oké, okay, dan ga ik een lastige vraag stellen. Want er zijn ja, nu ga wat, wat, wat hearings geweest in het buitenland mm -hmm. met, met Pfizer. En er zijn wat dingetjes naar buiten gekomen. Mm -hmm. Zou je nog steeds zo... Vel staan achter het uh, vaccinatie? vaccinatie gebeuren, nadat je nieuwe informatie hebt gekregen. Uh, ja en nee, it's a risk. Everything is a risk, zou ik zeggen. Bij no, no, mij mag je die spuit gewoon weggooien hoor. Nee. <laughs> ik ja, hoef voor jou. Ik ben wel volledig gevaccineerd, maar ik vond het niet nodig om een booster te nemen. Yeah. Dus je Because... zou, zou, zou je nu nog durven om te vaccineren nu je bepaalde informatie hebt gekregen? Nee. <laughs> Geweldig. Ik hoor van je eerlijk. <laughs> nee. But it's is all in the game zou ik zeggen. Weet je ja, yeah. ja, je gaat ervan uit van oké okay, ik moet het nemen omdat dat ik I don't want to die. Ja oké. Okay, And dus I know I'm not healthy living a healthy lifestyle. Ik bedoel van ik slaap vier uur per dag en ik eet vreselijk veel junkfood. Dus effort, ik ga, ik, ga, ik ga die vaccinatie nemen, yeah. because you know, I don't know what's going to happen. Um, en je denkt van, oké, okay, goed, I'll, I'll be the bunny, yeah, yeah, I'll yeah. be the bunny for oh, this no, time. Ik ben in ieder geval mijn eh? <laughs> <laughs> liever niet. <laughs> maar goed, we gaan weer terug naar de journalistiek. Yes. Social media, mm -hmm. um, gebruik je dat aan je voordeel, met, met het uh, brengen van nieuws naar buiten of zie je het meer als een last? It's a blessing and a curse. Toch wel. Ja, ja, ja. Um, in dat stukje van fake news. Mm -hmm. Ik bedoel van. Je, maar kan je niet meer mensen daardoor nu bereiken? Je kan sowieso veel meer mensen daardoor bereiken. En um, we moeten het veel meer gaan gebruiken mm -hmm. in Suriname als een, een, een educational tool. Maar mensen moeten wel niet er, moeten wel er bij stilstaan. Dat Facebook geen nieuwsplatform is. Hè. Het is een sociaal. Ja, maar het is wel leuk om te zeggen, maar wanneer ik naar nieuws kijk op tv, dan wordt Facebook als bron gebruikt. Het mag. Ik beloof als, ja, maar als, als het een CNN, sociaal Als CNN, Als het CNN, CNN is. Twitter gebruikt. we Sandu niet om het niet te gebruiken, weet ja, je? Maar, maar dan kan je niet zeggen dat het geen nieuws is. Want het wordt nee, wel als bron gebruikt. Dat is het. het is een bron. Maar okay. het is geen vertrouwde. Althans, de persoon die dat ding heeft gebracht, of die dat ding heeft geplaatst, moet een vertrouwde. Hey, Facebook een <laughs> <laughs> dat, dat ook. Het is dus gewoon een rommelhok. Dat Kijk, ook. Ik gebruik het in mijn voordeel. Sowieso. Omdat je weet wat de kracht ervan is. Ja. Maar Facebook is een rommelhok. De laatste tijd ben ik bijna niet meer actief voorop. Ik heb wat fotootjes gezet, maar ik zet ook niets meer met politics en zo. En ik voel me stukken beter. Ja, dat... ik voel me stukken beter. Kijk, je als, meer Facebook als journalist zet. moet ik mezelf wel verplichten om een dag te unplug, completely. Yeah. Want. Wanneer je constant zo bezig bent met zoals je zegt, negativiteit, bla, bla, bla dit uitzoeken, dat uitzoeken. En moet je alles ook gaan verwerken in jezelf. Want sommige dingen die je moet uitzoeken, zijn geen mooie dingen. Uh -uh. Um, en dan zit je dus dan daar en dan denk ik, oké, okay, shit. Hoe ga ik dit in mijn leven plaatsen? Want je neemt het mee. Ik ben... Ik sta op met nieuws. Ik ga slapen met nieuws. Hey, je, ben, je wordt dan constant gebeld ook. Hoe is dat voor een uh, nieuwsjournalist? Dat is een van de zwaarste taken. Ik dat heb weet Ik Nee, geen wel. lieve dief. Nee, hè? Nee. Maar als je op een feestje bent, dan moet je ook toch wegrijden. Ik ben altijd. Vraag vraag maar aan mama mensen. We zitten, Raoul en ik zitten gewoon een biertje bij Wambong te drinken. Mm. En plotseling haal ik mijn laptop tevoorschijn. Ik zeg: Hé, hey, Raoul, kijk, kijk, kijk. Ik dit, 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 dit. En dan praten we over nieuws. En dan die is voor weer aan het werken. <laughs> 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 maar, maar, maar ja, dus uh, ik, 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 um, je, je, komt, je bent iemand 24 uur bezig. Maar is het een idee om in plaats van alleen het negatieve en sensatie nu juist te gaan voor facts en positieve informatie? Facts gaan we sowieso altijd. Positieve informatie proberen we altijd te doen. Nee, je moet niet proberen, je moet het doen. Uh, is een niche. Is sowieso een niche. Is een niche. Ik ga je zeggen, want er zijn heel veel mensen die afhaken van nieuws. Want je gaat, je gaat nooit de krant openmaken en zeggen, ah prachtig nieuws, vandaag gaat de zon schijnen. Nee, vier dood, auto in de goot, man springt op vrouw. Het is niks positiefs wat je haalt uit de krant. Dat is wel waar, but not again. Um... Maar dat, dat, dat brengt je hele maatschappij eigenlijk in een negatieve flow, onbewust. Ja, dat, maar je moet het wel verslaan, je komt er niet onderuit. Waarom? We weten dat was we reden. Laat, ja, dat hebben we over die man die eindelijk 30 reed elke dag naar het werk. Ja, maar kijk, of die bijvoorbeeld, drempels die zijn geplaatst. Bijvoorbeeld als ik interview, bijvoorbeeld er is een, hoe is het, een soort uh, verkeersvereniging of zo, hmm. Veiligheidsverkeersvereniging. Ik heb die man geïnterviewd, ik heb met hem gezeten, ik heb de campagne uitgezet. Ik had zijn campagne breed uitgemeten. Ik zal je maar niet zeggen hoeveel views ik heb gehad. <laughs> maar als ik een foto plaats van een... Gruwelijke crash waar je body's daar ziet en de andere gedeelte daar ziet. He he he. Als een malle. Je hebt maar wel gelijk daar. Wel. geen campagne en veilig verkeer waar ik kindertjes met bordjes heb geplaatst waar ze staan. Let op je snelheid. Het eh. werkt niet. Dus ik moet blazen als ik 20 shares kreeg. Ik moet wel beamen dat ik dat ook heb ervaren. Ja, Toen zei ik: zeg, Gauw, plein uh, 100k. En ik zeg Stop, 2k. <laughs> Dat bedoel ik. Maar dat bedoel ik. En, en kijk, weet je wat zo irritant is? Yeah. Weet je wat echt zo irritant is? Onze best gelezen uh, artikel uh, uh. op News. En ik haat het om dit te zeggen. Hè? En uh. het doet me vreselijk pijn. Het is een artikel van Bordeaux waar hij wordt bedreigd met de dood. <laughs> en, to, en wanneer was het? Begin van het jaar hadden we het gepubliceerd. Ik kreeg nog steeds hits erop. Ja, ja, ja. ja er is en echt... ik denk in mezelf. Fuck, what am I doing? Maar je beseft wel dat deze man zo populair aan het worden is online dat het niet ondenkbaar. ondenkbaar mm -hmm. Ik hoop dat het goed Nederlands is. Mm -hmm. Is dat hij gewoon president wordt een je door deze hype. Weet je, doe mijn hart niet pijn. Ja, ja don't maar het is nu like als, like als je twintig jaar geleden, toen de VP, de VP, huidige VP, zat te rennen met een handgranat in AK-stadion. Zou <laughs> maar <Suma> baliboe. <laughs> Boe. Ja, ja, ja. Ik zou yeah. zeggen, die man wordt vice-president. Ja, je rookt. Jij is nou VP. Yeah. Bordeaux, ga je maar live te gaan. En heeft, wanneer de president een, 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 een persconferentie geeft, hey! dan kijk ik, dat zie je. Uh, 160 views. Ja. En Bordeaux gaat live 12... 14, 14 15k? Ja, klopt. klopt gewoon ja. door eventjes zo te gaan. Je hebt helemaal gelijk. En omdat... Um, behalve dat hij sensatie is. Hij is want, hey, he, je kan zeggen dat je is goed waarin hij... Behalve doet. dat... Hij weet zijn mensen te bereiken. Hij weet hoe hij zijn mensen moet bereiken. Misschien moet de president op les gaan bij Bordeaux. Maar goed, dat is zijn idee. Kijk, je dus hoeft niet van Bordeaux te houden. Of wel. Ik bedoel, maar, maar, dus, maar met hoe hij zijn dingen brengt. Het is unorthodox, is het Het is very unorthodox. Maar misschien houdt men daarvan. Maar je moet nagaan, het, het lukt wel. Mm -hmm. Sommigen zeggen, ja, hij is een idioot. Wel, maar deze idioot... Lukt ja, wel, ik, sorry, want ik, ik zie Chan niet met een, machine, een money machine gaan, like op plane en beginnen te schieten. Ja, maar ik zie Chan ook niet meer terugkomen, maar goed. Ja, <laughs> <laughs> dat zullen we zien 2025. <laughs> maar goed, we gaan weer terug op journalistiek. Mm -hmm. Ik vind ook dat, mijn mening, dat jullie een beetje te veel worden geëxavoueerd wanneer jullie vragen stellen. Waarom, ja. ga je niet, waarom bijten jullie niet? Je, je wilt. Je nee, wilt. maar waarom doen jullie het niet? Je doet maar je wordt, je wordt tegengewerkt. Bijvoorbeeld als, je, als je stukken opvraagt. Het yeah. is heel moeilijk om stukken op te vragen. En kijk, bij ons is het. Kijk, ik vind het niet erg als ik iemand een bron binnenkrijg en die wil anoniem blijven. Maar wij hebben de regel. Eén anonieme bron tegenover twee bronnen die mm. wel bijnaam genoemd kunnen worden. Het mm. gaat allemaal om credibility. Ik heb niks aan drie bronnen die toch dingen kunnen vertellen, maar ze willen hun naam niet eraan koppelen. Ja, en, vooral als je geen, precies, en vooral als je geen stukken hebt to back up je story. En dat was dan wel het lastige. Nee, maar wanneer jullie vragen stellen aan bijvoorbeeld een persconferentie, dan stellen jullie de president, wat heeft hij vandaag gegeten? Dan begint hij, ik lag in die hangmat en toen vaarden we naar uh, Tapanahoni. <laughs> Volgende vraag. Maar dan wordt er niet gezegd, broer. Je hebt me niet gezegd wat ik heb gevraagd. Je, ja, ja. je, je hebt het nooit gehad over de vraag. Omdat oh, je ook niet de tijd hebt. Want hij vraagt veel, maar hij zegt niks. Ja, dat is wel waar. Je krijgt ook niet de tijd ervoor. Want één, iemand van begin kort niet. Want als je. Kijk, kijk, ik moet ook wel zeggen dat bepaalde collega journalisten, gewoon geen. Inleidingen van twee pagina's moeten geven. Stel je vraag ja. en dan is het klaar. Zodat er genoeg tijd is voor andere collega's om hun vragen te stellen. Zoals bij je bepaalde dingen doorvragen. En dan wenk je even de, de, de MC op het moment. Ja, maar wanneer de volgende ronde begint, wordt diezelfde vraag niet weer gesteld. Dan gaan jullie weer met de andere vraag door. Snap je wat ik bedoel? Ja, omdat je zoveel vragen hebt op je lijst. Ja. Maar je krijgt ook niks antwoord. En dus daarover wil ja, ik het hebben. Niet altijd. Veel niet. Veel nooit niet. Let's agree to disagree. Ja, ja, nee, maar ik bedoel. Omdat, kijk. Ik denk dat jullie echt niet doorhebben hoe sterk jullie zijn. En als jullie dan gewoon zeggen: Ja, maar waarom is het niet gelukt? Ja, maar ik, uh, het is niet gelukt. Oké, okay, volgende vraag. Nou, broertje, je jokt. Ja, maar kijk. Wa waarom, waarom, waarom. Of, of... Zijn jullie niet gewoon eerlijk met die mensen nee, wanneer, ik... wanneer ze antwoord geven van. Broer, je weet toch dat je een het liegen bent hier zo? Kijk, jij, jij weet dat. Jij weet dat toch? Ja, maar dan moet je het ook zeggen. Als je kijkt naar een Nederlandse, uh, Nederlandse journalist. Mm -hmm. Broer, als je niet. <laughs> als, als degene die vragen wordt gesteld, geen. Uh, uh, niet goed voorbereid is, dat is een probleem. Maar Want die journalist het... zegt toch gewoon gozer. Je bent aan het jokken, uh, Want... Geef nog maar eerlijk antwoord. Ja, maar je hebt dan dan wel inderdaad voorbereiding gepleegd. Maar Kijk, je, bijvoorbeeld. Dus je, nu zeg je meer voorbereid je, je niet voor? Ik wel. Dus? Ik wel. Wel, dus Bege het begint ik... ergens toch? Ik, bijvoorbeeld een, ja, een van die persconferenties die China het gauw is naar Guyana gegaan en hij vindt, noem maar op. Ja, ik heb gesproken over klimaat etcetera. Ik heb hem gevraagd... Maar dan en ik heb gesproken over klimaat. Hij ook gesproken over, over quicksmuggle. Want er wordt kwik <laughs> gesmokkeld van Guyana naar hier en dat doet ons uh, milieu pijn, blablabla. Bla bla bla. uh, nee, dat was niet op agenda. Ik zeg oké. Okay. Maar we gaan het bespreken. Ik zeg oké. Okay. Toen heb ik follow-up vraag gesteld. Nooit me het Maar de laatste keer dat je hem hebt gevraagd, waarom stel je hem diezelfde vraag dan niet elke keer wanneer je hem dan ontmoet? Van? Wanneer vindt u het belangrijk om met kwikstukje te stoppen? Uh. Dus doorbeten, doorgaan, doorgaan. <sacht> Dat probeer je ook te doen, maar soms vergeet je ook. hè. Maar Dat moet ik, ik eerlijk zeggen, het. ik je vergeet soms. Maar je herinnert me eraan, ik ga het ergens opschrijven. Ik, kijk, ik. Ik, uh, ik erger me soms. Hmm. Weet je, kijk, ik, heb, ik heb ook een uurtje, dus ik kan gewoon. En ik, ik stel gewoon vragen, Isabi. Mm -hmm. Maar ik erger me soms dat wanneer het is van hoe we willen de juiste informatie krijgen, mm -hmm. ben je dan lekker zo geworden betaald om, om een rommelvraag te stellen en om een rommel antwoord te krijgen. Heb jij soms dat gevoel? Ook? Ja, maar ik houd van mezelf. Maar sommige vragen denk je echt zo van... Heb je niet gelezen dat het uit en breed is uitgemeten in de media? Ga je weer dezelfde vraag stellen? Ja. Are you for real? Maar heb je het vermoeden dat soms mensen worden betaald? I don't know. Ik, het, ik, dat is niet de vraag. <laughs> heb je het vermoeden dat soms mensen hier in de media worden betaald? Ik, om, om wezenlijk stil te zijn of om andere vragen te stellen? Niet betaald. Misschien worden ze geaccommodeerd. Misschien, I don't know, zijn er beloftes gedaan. Dat kan. Dat ja. het zou kunnen. Ik sluit dat niet uit, om het maar zo te zeggen. Maar ik laat dat echt gewoon voor hun. En denk je dat dus over, over het algemeen alle journalisten onafhankelijk zijn? Of hebben ze toch wel... Nee, niet alle journalisten zijn onafhankelijk. We weten dat mediahuizen en niet journalisten... Mm -hmm. Ja, dus de mediahuizen, niet die journalisten. Vreselijk, vreselijk gekleurd zijn. En um, daarom dat je bijvoorbeeld bepaalde politici liever bij zo'n mediahuis zien... en bij een andere mediahuis bepaalde politici liever daar zien. Omdat ze... Uh, Samenwerkingen hebben. Moet ik het zo ja, dus, zeggen? Dus de reden waarom ik het vraag is: mm -hmm. toen wij aan het rennen waren in die zon, mm -hmm. dan waren bepaalde mediahuizen. Dan denk ik van, Hè? hoe komt deze man erbij? Dus er werd gewoon rond uitgelogen. Er werd gewoon rond uitgelogen en, en dingen werden gewoon verzonnen. Mm -hmm. Dat ik echt helemaal in shock was: van wat voor rommel is dit eigenlijk? Dus. Uh, het is, het, is, het is heel frappant, eigenlijk. Uh, uh. Maar dat er, maar waarom maak je daarvoor geen stuk? Dat er een misinterpretatie is geweest? Geen misinterpretatie, er worden gewoon leugens de, de wereld ingeholpen. Harde leugens kwamen gewoon naar buiten. Mm. Dus ik, ik wil vragen: van waarom wordt er daarvan geen item gemaakt? Of zijn jullie bang om elkaar op te eten? Ja en nee? Dan je, je, het is aan de hoofdredactie om het te beslissen. Hè. Het is aan de media dus om het te beslissen. Um... Oké, hoor, hoe ik? laat die voorbeelden geven. <laughs> ja, maar. Um... Ik ga zo meteen gewoon namen noemen, ja. Ja, maar bijvoorbeeld. Kijk, als er iets wordt geplaatst en uh. jij zegt, bijvoorbeeld, iets dat is misinterpreteerd, dat je iets hebt gezegd van, ja, maar dat was, dat is niet wat ik bedoelde. Ja. Yeah. Dan koppelen we altijd terug. Ja, bijvoorbeeld Waterkant.net. Want jullie willen namen horen, dus ik zeg mm. dat gewoon. Waterkant.net is gewoon. Uh, het grappige is dat. Er is een pseudonaam, naam, die, ik ben die naam even kwijt, maar mm. ik weet ook dat de eigenaar die, die persoon is. Mm -hmm. Omdat ik iemand ken die bij Waterkant werkt, mm -hmm. die me gewoon geappt van Ibrutje. Hij heeft het zelf geschreven. Mm -hmm. Weet je, en um, ik ken de eigenaar persoonlijk, dus mm -hmm. ik was een beetje teleurgesteld Dus ik deed alsof ik het niet wist. Maar als mm -hmm. ik zei, moet ik dat gesprek wel persoonlijk met hem voeren? Kul uh, Atsjokul. Yeah. Nu is hij wat uh, kritischer geworden, mm -hmm. maar die zat ook alleen maar stomitee te vertellen. En. Uh, die twee kan ik nu van de top of my head. Mm -hmm. Maar we weten wat de band is met de president. Tussen Farid en, en de president. De ja. familie. Ja. Nee, je moet het gewoon zeggen. Want iedereen weet, het is publiek geheim. Mm -hmm. Weet je, dus... Uh, het kan toch niet dat er dan zoveel gewicht aan... Nee, waarom wordt het daarover geen item? Dat gerucht gonst al jaren in de samenleving. Ja, maar dat is op elk een... feest wordt ja, het besproken. Maar, maar waarom wat... gaan jullie er niet over? Het, het, het is een gerucht. Zolang ik geen Vraag ik een paternity test heb gedaan of zo. Dat maar waarom zei je die vraag geval? niet? Gewoon aan hem. Ook vraag. Broetje, is het je dochter? Antjan? Oh, aan, -an Farid. Ja, toch, is het je dochter? Want. Wat ik hier zeg, mm -hmm. wordt op elk feest besproken. Ja, het ja, is ja. geen geheim. Mm -hmm. Weet je, ik ben gewoon degene die het gewoon zegt op TV. Mm -hmm. Maar het is op elk feest besproken. Dus, don't kill the messenger. Ik ben tenminste eerlijk genoeg om te zeggen waarover ik nu praat. Mm -hmm. Oké. Okay. Waarom wordt er daarvan uit een item gemaakt? Want dan weet men direct ook van, oh, als het waar is, mm -hmm. ik zeg niet dat het waar is, mm -hmm. als het waar is, mm -hmm. van wat ik heb gehoord mm -hmm. op straat, mm -hmm. dus ik ben geen bran, um, dan weet je ook van waar die informatie komt en wat jouw uh, uh, band is met de president. En dan yeah. gaat men ook zien dat hetgeen je vertelt eigenlijk is, je bent gewoon bezig te praten omdat je er goed aan het praten bent. Het is een idee. Eerlijk gezegd, ik heb er nooit bij stilgestaan, maar je geeft me dan een idee in elk geval. Um, het verdient een onderzoek, toch? Dat is wel waar. Dus uh, het gewoon al jaren en ik bedoel, die man was ook geroepen als adviseur, mm. maar dan heb je dus een mediahuis en dan ga je praten. En kijk, als hij willing is om me te antwoorden en we hebben een moment waar we kunnen zitten met hem. Ja, maar je kan kijken, wie is die moeder? Wie is die oom? Wie is je moeder? Wie is wie je vader? <laughs> ik, ik kan die Leen echt wel vinden. Ja. Misschien moeten we eigenlijk wel inderdaad wel werk van gaan maken om, mm. om, het, te gaan, om het uit te zoeken. En het is, ergens wat ik ook al zei: you have to have the people and the resources to do this. Dat is tijd. die die wel ja. tijd in beslag. But it is, might be something that we have to look into. Ik zou het zeker doen, want dan ga ja. je ook zien van die mensen die jullie voeden met informatie. Zeg gewoon wie's broer mij eet, die staan mij spreekt. spreekt. En ze schreeuwen keihard. En ze zeggen hurtful things. Ze uh -huh. zeggen gewoon keiharde leugens over toen we, wat, wat ik heb ervaren. Uh -huh. Ze denken van, Isang, dit is gewoon kouder. Dit slaat gewoon nergens op. Weet je, ik, ik heb bepaalde uitlatingen ook nooit gedaan. Dingen heb ik niet gezegd. Ik heb ook hele andere intenties. En ze verdraaien het gewoon. Ze komen gewoon met keiharde leugens. Dus daarom zei ik ook, Faisal, ik heb Mag meeting met je persoonlijk, van waterkant.net. Want ik weet ook dat hij hey, die pseudo-naam is. Mm -hmm. Ik ga die naam ga ik zoeken, dan ga ik het ook onbekend maken. Dan weet iedereen niet dat hij hey, het is die het elke keer. Want hij wil zijn eigen kanam niet zetten daar zo. Mm -hmm. Maar ik ken mensen die bij jou werken die me hebben verteld. Snap je wat ik bedoel? Dus het is gewoon irritant hoe er wordt gewerkt in de media. En het wordt tijd ook dat journalisten dit, ook, dit soort dingetjes naar buiten brengen. Of niet? Ja, ja. Als, wat althans wij doen, wij mm -hmm. jonge journalisten doen. Als ik zie. Uh, ee, dat iemand een blunder heeft gemaakt, of iets fout heeft gepubliceerd, of althans naar mijn gevoel, mm. um, not good is, dan gaan we het wel persoonlijk bespreken. Ja, dus ik heb het over wanneer het gaat om politiek. Hè? Ja, dus ja, ja, ja. Dan, dan, dan doen ze deze dingen, want in privé zijn ze gewoon chill en. Nee, 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 ik bijvoorbeeld... heb het over gewoon wanneer het gaat om bepaalde belangrijke issues, denk van, hey, je nakpanya, ja, ik van hé, je ja zo ik Ja, wat je dan kan doen als ander mediahuis, mm. ander medium, is ga uitzoeken werkelijk als het klopt, of je bijvoorbeeld hoe uh, denk inderdaad van er was een soort geval van um, dat sassien, sassien, ja. inderdaad waar hij werd uitgemaakt van ja hij zit vast hij is dit, hij is dat we zijn met ja, we, hebben, we hebben gewoon zelf gebeld die vader althans ga bij, hoe gaat het bij ja precies <laughs> <laughs> en, dan, <laughs> <Ik ga naar laughs> en dan hebben we hem gevraagd van uh, hey, het circuleert dit uh, over je zoon um, klopt het en hij zegt, je ja, geeft me nieuws. Oh, maar hij zit nog steeds vast, joh. Ja, nee, hij zat, niet. hij zat niet vast. Ik weet niet meer wat het was. Oh, het ging om die broer. Ja, ja, er was verwarring. Um, maar ze... Zes, zes, die, die, die... Die, andere is, die andere is inderdaad nog gezocht, ik ja, bedoel. Nee, van, of of, 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 of mm. opgesloten althans. Maar er was een andere broer die ook er. Met de haren erbij werd gesleept, als het ware, maar die helemaal niks te maken had met, met die toren. Ah. Dus, en um, wij hebben die man gevraagd van Vaka: uh, je andere zoon zit ook in die Tory? En hij zei: nee, die zit gewoon met zijn vrouw en zijn schoonmoeder in het buitenland te chillen. Die zijn op vakantie. Ja, ja. Dus geen sprake van vluchten of whatever op dat moment. Dus, um, je probeert het wel. It's is it's, it's niet altijd easy. Maar kijk, dat laatste bijvoorbeeld was een. Was een makkelijke case om het ja. maar zo te zeggen, oh, maar die man approachable was. Juist. Je moet ook approachable zijn om, te, om, om dat ding te gaan ontkrachten. Misschien elke buurvrouw wat er gebeurt bij de buren. Ja, is mofo Moe Mofo koranti, misschien. Hebben ze gezien hoe die man elke week kwam om een dochtertje op te tellen en er een cadeautje te geven? Ik weet nooit. Meer. Ja. Wie is Sandja's? Oh! Nee, want ik wil het ook weten. Ik wil het, ja, dat ik wil het je vooral was, weten omdat er zo is gehamerd op mij e toen. Ja, ja, ja. Hm. En denk ik van, wat ik begon op een gegeven moment grappig te maken. Ah, dan nou zie je in de zon springen daar net als gekke mensen. Denk ik bij mezelf, joh, zakken, zakken. Toen die andere mannen aan de macht was, zei hij ook, als ze idioten schreeuwen de hele dag. Hoe, hoe, hoe het anders moet, weet ik veel. En nu piep je anders. En toen Eulen Gas niet doorging, dan zei ik: ja, nee, oh, ik had wel gewaarschuwd. Je hebt geen k gewaarschuwd. <laughs> Je hebt niks gewaarschuwd. <laughs> nu je ziet dat het sep breed right aan het zinken is, dat je biggie king. thing. En ik heb niks tegen die man hoor. Dus we yeah. mogen elkaar met elkaar zien. Dat chillen gewoon. Maar ik moet eerlijk zeggen wat ik zie toch? Yeah. Want precies zo heeft hij ook eerlijk geventileerd over hoe hij, wat hij van mij denkt. Ja, dat mag jij zeker ook ja, doen. Ja, ja dat ja, 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 is dat ventilatie. Maar sommige dingen denk je echt <laughs> zo van: wil je tijd besteden om dat uit te gaan zoeken? Want je weet dat. Het BS is. Nee, maar dit soort mensen zijn wel mensen. Kijk, Waterkant is een van de meest populaire kranten. Ja, maar waarom zijn ze populair? Kel Aats ook, kou, of hoe dat ding ook heet, ik praat geen toestaan, dan zeg ik het verkeerd. <laughs> dat is je vrouw heel Ja, maar ik ja, niet weet het. Maar, maar, maar mijn mij vrouw praat als een Nederlandse. Ja, aparte Amsterdam geboren. <laughs> <laughs> um, die man is. Hier. er heeft heel veel luisteraars. Hij heeft een follow Vooral onder de ouderen ja, staan. heeft een grote following, klopt. Hij heeft een grote following. En ik, ik luister ook naar zijn programma, mm -hmm. niet altijd. Maar mm -hmm. Soms denk ik van, hey, nu ben je gewoon rommel aan het praten, maar... Laat maar zo zeggen, zolang hij niet praat over politiek, mm -hmm. kan ik, luister ik graag naar hem. Mm -hmm. Want hij is vaak goed voorbereid. Mm Hoe -hmm. je hoort ook de reden het ook draait, hij is goed voorbereid. Maar... oh nee, dat politiek en zo, komt denk ik van, nou, nu ben je gewoon bezig met mensen te indoctrineren. Ik vind wel dat dit soort dingen moeten aan het licht komen, want... Uh, nee, dat is limbo. Mm -hmm. Limbo heeft trouwe luisteraars. Ja. Yeah. Maar... Wanneer het komt op een stukje van Bouterse, dan begint hij te indoctrineren. Want daar kan niks fout. Ik hou ook van limbo. Mm -hmm. Nee, maar je hij helemaal doet. wel verrast hoor, eerlijk gezegd. Hij want nu. Ja, nu, nu, nu. Nu, nu, want nu, nu, want nu, nu eh, een, uh, uh, een van die keren dat ik moest luisteren toen Bouterse bij hem was of voor een gesprek was, heeft hij wel vragen gesteld van, oh, tang. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik like de New Limbo. Ja, ja, ja. ja ik ja, ja. like de... En trouwens, Beterschap Broer, dat weet je. Ik heb je al een appje gestuurd. Uh -huh. uh, dat zeg ik met zijn allemaal collega's. Ja. Dus we moeten gewoon ook uh, eerlijk kunnen praten. Mm -hmm. <coughs> Dit doe ik ook met opzet. Maar <laughs> <laughs> we wordt dat we gewoon kring beginnen te praten. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus dan wil ik terugkomen op wanneer gaan jullie dus feller zijn in de media. Nou ja, ik heb nu al brand gesteerd. Ja, zeker brand gesteed. <laughs> het is het het zo te feiert, is zo te feiert. Moet Moet mekaar boos um, te zeggen. Um, hoe dat kijk we willen dat sowieso wel doen ja. met bijvoorbeeld uh, goede uitgezette journalistieke producties het mm. neemt tijd die heeft het neemt tijd en ja, you need to find the people to do it dat is de ding tijd die tijdens dat gaat het zich ook manifesteren dus. dat is waar en dat, dat is waar wij dus altijd proberen uh, tijd in te steken dat is key news dat dus. is key news ja dat okay. doen dus kijk we werken aan mini-docu's, achtergrondverhalen en like echt achtergrondverhalen, mm -hmm. waar we um, uh, de bronnen, de duidelijke verhalen, de facts naar buiten willen brengen op een interessante manier dat je kijkt. Bijvoorbeeld, ik lees, heel, ik lees heel veel buitenlands nieuws. Mm -hmm. Los van de mainstream gasten die ik gewoon scan... Heb je andere media outlets zoals VICE? Mm -hmm. Ik hou verschrikkelijk veel van VICE. We maar komen... VICE komt met ga echt diep. Dat ik is... ben ook een VICE-fan. Maar dat is waar ik naartoe wil gaan. Maar I need the people to do that. Ja, um, ja. Die die risk met me willen aangaan. Bijvoorbeeld Raju en ik, die spraken... In de, bij de redactie spraken we over... Echte investigative journalism. Om... Um, um, die quick trail mm -hmm. te gaan volgen. Maar dat wil zeggen dat ik met smokkelaars mee moet gaan. Niet dus? Wat? Ja, maar wees <coughs> me als journalist die dat met me wil doen. <laughs> ik heb een gezin, ik heb familie en ik wil die. Je gaat niet door bij deze dingen. Nou, maar, 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 alles maar brengt mij zoveel in? Ja, uit. maar ik bedoel. Ben jij ooit bedreigd als journalist? Ja. Vertel. Wat? Ik was toen nog in mijn stageperiode bij de barbode. Maar hoe, hoe? Want kijk, hebben, tijdens mijn, 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 mijn rennen tijdens, kwamen ook mensen naar mij. En je moet oppassen. Maar die persoon zelf mm -hmm. is nooit naar mij gekomen die me wil bedreigen. Ja, 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 mensen zeggen me ook bijvoorbeeld... Uh, wat, wat was het weer? Maar dan, hoe, hoe erg is het bij je bedreigd dan? Een keertje was het een rechtszaak met een rechtszaak bedreigd omdat ik um, het illegaal uh, afbreken van monumentale panden aan het onderzoeken was. Mm -hmm. We zaten in mijn stageperiode bij de Paarbode. En ik had iets geschreven over een advocaat die bezig was een, een monumentaal pand, dat van hem was, illegaal weg te halen. Mm -hmm. Af te breken. Maar dat mag niet, want het is een monumentaal pand. Mm -hmm. En dat vond hij niet zo fijn. En had hij ook gedreigd met de rechtszaak. En volgens mij had Paarbode het, het wel gewonnen hoor, of zo, als ik het goed heb meer um, maar fysieke bedreiging heb je nog fysieke bedreiging, uh, ik het wel gewaarschuwd. vooral als ze weten dat wanneer je aan het graven bent als journalist naar informatie en uh, zeggen ze, maar ben je zeker dat je dat wilt doen? en ik denk van waarom? waarom moet ik het niet doen? Ah, de man is nou, de bida goeie, heimloepen boem, man, da lag joh, veel maar toe, wagie, heim, sanaju, zo, weet -so -eh ik veel -so wat. Weet je ik dat soort maar dingen. Is dat bangmaker, eh? Ja, maar. Dat, uh, dat is ook bij mij, Bangmaker, Ja, eh, yeah, maar fuck it, yeah, je ben... hebt maar dit is echt gekomen, mijn kapi. Ga je jou persoonlijk kappen? Heb je dat ervaren? Mm. Want we zijn, denk ik, soms een beetje te snel bang. Nee, Horacio heeft dat wel ervaren. tijdens was tijdens het filmen. Waar <laughs> hij hey, een altercation heeft gehad <laughs> met een activist. <laughs> oh, dat wel? Ja, dat is er wel geweest. Maar, ja, maar activisten zijn meestal wat verder. Ja, sowieso. Ja. Uh, maar je hebt wel waarschuwingen gekregen van je moet voorzichtig zijn. Mm. Um, eigenlijk, als journalist, ben je een beetje paranoia. Beetje. Je bent eigenlijk heel veel paranoia. Je hebt informatie en je slaat. <clears throat> overal informatie op. Je bent met, met gevoelige informatie bezig. Was je erbij toen die ene journalist in elkaar geslagen door die mannen van de VP? Jason, als ik daar was, fysiek? Ja. No, ik was niet fysiek daar. Um... Die beelden zijn er naar buiten gekomen? Maar nee. waren andere journalisten daar? Of niet? Not that I was aware of. Ik hoorde van niet hoor. Ik hoorde van niet. Of zo waren... Nee, er waren, er waren wel andere journalisten bij DNA. Mm -hmm. Maar volgens mij waren ze voor een groot deel bij die perskamer, In binnen bij de perskamer. Dus niemand heeft het kunnen filmen wat er is gebeurd. Nee, er zijn wel CCTV-camera's. Ja, dus, maar hebben jullie nooit gevraagd naar die beelden? Ja, ja, ja. Er is erop gevraagd, er is op gehamerd. Nee, we mochten ze niet. Hoe lang keer... hebben jullie doorgebeten? Hmm, ik denk dat we de laatste keer. Kijk, je moet voorzichtig zijn met dit soort dingen. en ja, Natuurlijk ken je mensen. Mm -hmm. En je vraagt van Eva. Uh, <coughs> ja, ik ben of naar mijn of weet je. Uh, maar je, doet dan, je moet dan een formele aanvraag doen via OM. En SVI had dat gedaan voor. Het hele journalistische yeah. collectief. En uh, we, hebben nooit, we hebben nooit. We hebben nooit antwoord gekregen van OM, ofwel. Oh, groeien. Groeien. maar die mensen, oh ja niet. Die mensen die daar aanwezig bij de bij die um, bij die bij die, waren, um, die hebben het wel gezien. Maar is het niet iets dat het land moet zien? Van mijn mening ja, Bos het. Maar dan Iedereen mag het zien everybody, everybody can judge. Oh, dus dat is eigenlijk in een verkapte dictatuur zitten. Ik wil het niet meteen daarop gooien. Ja, want ja, eh, minimaal zit ik onder corruptie, uh, <laughs> onderdrukking. <laughs> ja, nee. Ja. Je mm -hmm. moet het een beetje bij de naam noemen, toch? Ze yeah. was eigenlijk super korp, eigenlijk. Van top naar beneden. Ja, dat is waar. Dat is waar. Super, super, super. Want de, de waarheid mag niet naar buiten. Je, kan, je wordt eventueel bedreigd. Uh, dingen, informatie wordt achtergehouden. Dus het is alles transparant. En, en, en ja, het is een verkapte vorm van dictatuur. Ik zie je hoe moeilijk het is om journalist te zijn. Daarom ben ik geen journalist. <laughs> maar eenmaal je, eenmaal je die pet op hebt gezet, dan ga ik je die vragen stellen. Ja, nee, op. kijk. Um... Mensen zeggen altijd in de groep, in de journalistengroep, journalistiek zijn, uh, journalist zijn is een roeping. Yeah. You really have to love the job. Mm -hmm. um, ik ken collega journalisten die hebben gezegd van, <laughs> uh, Mijn gezin later onder en wereldwijd divorce rate onder de journalisten is very high. En yeah. um, sommige mensen die zeggen van, nou dit is een beetje te hardcore voor mij. Ik ga ik, ik moet je eerlijk Niet zeggen, zeggen een, een van mijn favorieten toen was Gil Ake met In The Branding. Mm -hmm. In The Branding, het is, was voor mij zo gekoppeld aan, aan haar. Aha, dus ik ik ja. mis haar gewoon als, als, als ik ernaar kijk. Maar, maar ze is nu bij Sun toch? Ja, dus nu is ze weer, en ik ben blij dat ze terug is. Mm -hmm. Ik moet haar wel props geven voor het zij wel echt in die woenjoe woenjoe gaat. Ja, ja dat, dat mag je wel van Gil zeggen inderdaad. Ja. Zij gaat gewoon like, in de masses yes, en zo, yes. om, om verhaal te halen. En dat um, is een van. Dat is de branding, de yeah. kenmerk als het ware. En dat is inderdaad een, 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 een manier hoe je je verhaal kan halen, binnenhalen, inderdaad. Ik hoop dat jullie samenkomen als journalisten. Mm. En gaan beseffen, jullie zijn de vierde macht. Ja. Snap je? Jullie bepalen ook. Als bij wijze van spreken jullie nu niet de aandacht krijgen van de leiding, geef ze ook geen aandacht. Bij de campagnes. Ga, ga geen verslag doen daar zo. Ik... Negeer ze straal en ga juist bij de mensen die jullie hebben gewaardeerd tijdens die campagnes. Zal ik eens zeggen: ja, maar kijk, het is, het is ook aan, aan, aan je mediahuis gebonden. Als je bijvoorbeeld een advertentie verkoopt, bijvoorbeeld een, een part, politieke partij komt bij je zegt van: ja, we willen centen betalen, die, en dat. En dan praat ik over boycottperiode, et cetera. Ja. ja, maar je gaat je stil niet altijd verkopen toch? Ik niet. Ik heb ja. gewoon tegen die gast gezegd: van als je me geen 50.000 dollar per betaalt per week, krijg ik die plaats. Ik ja. weet dat. Ik had gewoon aan de top van mijn head een de stomme, exorbitant ja. bedrag genoemd. En dan was het van: oh, oké. Okay. En de... ik dacht in mezelf: man, hoe the hell ben je mee bezig? Are you sure you want to do this? Weet ja, je ja. dus ja, maar ik dacht van: nou. Principieel. Kijk, als yeah. jij wel mediahuizen geweest die gewoon money hebben genomen en het hebben geplaatst als een advertorial of een advertentie. Yeah. Al more power to do. Het is des is per mediahuis. Jij beslist, want yeah. ik kan niet kijken je financiële uitgaven en waarmee je vast zit, et cetera. En ik, ik ben de laatste persoon die gaat judgen. Yeah. Maar inderdaad, principeel het ligt bij jou van ga je daarvoor voor wel of niet, ga je dat wel toelaten of niet. Mm -hmm. Je, je wilt wel, uh, wij alf, althans, streven ernaar om, en dan mag ik wel mezelf een schouderklopje geven, dat is ook gezegd meerdere malen aan ons, dat uh, artikelen bij ons, die ze, de producties die ze bij ons lezen of zien, um, heel erg gebalanceerd zijn. Ja, ik ook van je en van nieuws hoor, ga je eerlijk zeggen. Ik, het is, het is, ik geef je het van beide kanten, ik wil mijn mening, mijn mening als schrijver mm. absoluut niet erin hebben. Dat is voor mij. Ja. Um, maar ik geef je van beide kanten. Ik geef je de positie, oppositie, ik geef je de coalitie. Daarom ik ook van Nita. Zij is ook zo van Jij eigen. bepaalt yes. jouw mening. Jij mag zelf eruit lezen wat jij eruit wilt halen. B Belangrijk is dat ik heb je beide kanten gegeven. Oké, okay, heb je een boodschap? Maar ik moet afronden, dus het maar Facebook te is geen Nieuwsite. Facebook is geen nieuwsite. Dat is het enige dat ik wil zeggen. Je moet niet zo slecht praten over je concurrent, man. Maar Kienuws wel, hè? Kienuws wel. Hey, hey, shameless plug, shameless plug. Kienuws is wel een goede nieuwsite. Dus, um, maar, uh, don't believe everything you, you read or you see online. Um, yeah. ga, er, ga altijd ervan uit dat je vanuit een vertrouwde, credible bron of. Um, Instantie die wel werk maakt om te gaan fact-checken en te gaan verifiëren. Ja. Um, als je twijfelt, stuur het naar een, stuur het naar Kino. Zeg van hey, kunnen jullie dit voor me uitzoeken? En dan gaan we proberen om te kijken als we inderdaad de manpower hebben om het voor je te doen. We willen het altijd hoor. Ik hoop dat jullie als nieuwe mediahuis een verandering brengen, wat meer positieve dingen zetten, kun je minder clicks gaat krijgen. Maar graaf alsjeblieft door. Ik mis het verschrikkelijk, ik mis het vreselijk. Het, het en ik ben geen journalist. Dus ik, ik kan het niet hmm. wat jullie doen, maar ik mis het wel heel erg. Ik hoop dat jullie wat kritischer zijn. Echt veel kritischer. Hmm. En uh, durf gewoon je mond op te maken. Ik zit te wachten op om kogels naar me te gooien. <laughs> 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 hey, I, ik ben dan een zo zullen we. Ik <laughs> zal daar zijn om me te verslaan. <laughs> <laughs> ah, ik ben benieuwd op zijn reactie. Het wordt gezellig. <laughs> maar nogmaals, we hebben geen ruzie. We kunnen nee. het gewoon met elkaar vinden. Maar daarom, je moet wel eerlijk zijn. Klopt, klopt, klopt. Daarom je moet gewoon benieuwd. eerlijk zijn. En mijn Facebook, is gewoon een rommelhok. Echt waar. Als ik je, heb het niet ik, ik weet, niet. ik persoonlijk... Nee, ik, ik verbaas, want sommige mensen hechten echt waarde eraan. Wat mensen van ze denken erop. En hoe belangrijk het is. Brother, het is lucht. Het is rommel. Het is een freaking illusie. Het is niks anders dan dat. Maar mensen komen, ah, ik ken je van Facebook. Nee, je kent me niet, brada. Je kent me niet. Het ding is, ik zie je op Facebook. Je, maar, maar, je, je kent me niet. Ik, neem op, ik kan met jou zitten onder een boom, we hebben niks te doen. Ik zei, oké, okay, voor de gram. We maken foto's, we een foto feestje <laughs> hebben. Er was geen feest. We hebben gewoon voor je gelogen. Je <laughs> toch? En life. jij maar denkt dat je leven saai is. Vrouw oh, is ook saai. <laughs> <laughs> er is geen verschil. Het is <laughs> <laughs> poppenkast. Ja. Yeah. Dus alsjeblieft, mensen, neem het alsjeblieft met een grammetje zout. Dat is alleen maar rommel. Exactly, again. Facebook is geen nieuws. Knieuws wel. No. Ze heeft genoeg gratis reclame gemaakt vandaag. Mensen, tot de volgende keer. Hi, ik hoop dat je hebt genoten van het programma. En dankjewel voor het kijken. En mocht het zo zijn, ga alsjeblieft naar YouTube. Share, subscribe en like die Tori. We kunnen alle steun gebruiken. Thank you. DVA baby. Let's talk.